Karl de Supertruc. Hoi Amber, hoe gaat het vandaag? Oh, Amber, je hebt gelijk. Oh, Amber, ben je wel in orde? We moeten iemand vinden die je kan vervangen. Blijf hier, ik haal Karl de Transformer. Hij kan je zeker weten helpen. Karl, Amber, de ambulance, is gewond. Ze is de enige arts in de stad en Tom is ziek vandaag. Jij bent de enige die nu nog kan helpen. Ja, perfect, Karl. Transformeer in een hele grote ambulance. Karl, transformeer. Wauw, Karl. Oké, laten we gaan. Amber is dichtbij. Kijk, Karl, daar is Amber. Amber, het is al goed. Karl is er. Amber, Karl gaat naar Tom. Je hoeft je geen zorgen te maken. We zijn er, Karl. Hoi Tom. Amber heeft een ongeluk gehad, dus Karl is er. Wat is er gebeurd? Doet je hoofd pijn? Karl gaat het onderzoeken. Eerst even je temperatuur opnemen. Oh, je hebt een beetje koorts. Tom, zeg eens A. Oké. Kun je een beetje hoesten, Tom? Nou, Tom. Je hebt de laatste dagen heel hard gewerkt. Je hoeft je geen zorgen te maken. Je hebt alleen wat rust nodig. En je zult snel weer beter zijn. Nou, je hebt goed geholpen, Karl. Heel erg bedankt. Tijd om naar huis te gaan. Doeg, Karl. Doeg, Tom.
Tot de volgende keer. Carl de Supertruc. Hoi Ethan, wat is er gebeurd? Je ziet er ziek uit. Gaat het wel? Je hebt wat rust nodig. Maar de bouw voor de brug moet vanavond af zijn en ze hebben je nodig. Oh, kijk niet zo sip, Ethan. Het is al goed. We vragen Carl de Transformeertruc om je voor een dag te vervangen. Neem jij maar wat rust, dan haal ik hem op. Hoi Carl. Ethan is ziek en de bouw van de brug is vandaag en ze kunnen niet zonder hem. We hebben je hulp nodig. Kan je komen? Perfect. Laten we gaan. Dat is een prachtige plek, Carl. Dus, in wat voor voertuig word je getransformeerd? Een kiepwagen? Natuurlijk! Tijd om te transformeren, Carl. Carl, transformeer! Perfect! Je lijkt bijna op Ethan. Laten we naar de bouwplaats gaan en samen een brug bouwen. Kijk, Carl. Charlie de kraan wacht op je. Laten we die blokken naar de andere kant brengen. Lekker bezig, Carl. Yeah! Tijd om die spullen te verplaatsen. Oh, weet je niet waar je ze uit moet laden, Carl? Geen zorgen, ik laat het zien. Kom maar mee. Ja, ga naar de eerste rechts. Zie je? Daar moet je de spullen uitladen. Er ligt nog een klein beetje. Ja, dat is het. Laten we ze gaan uitladen. Perfect, Carl. Nog maar een paar, dan ben je klaar. Ja.
En je bent klaar. Goed werk, Carl. Heel erg bedankt voor alle hulp. Nu is het tijd om naar huis te gaan. Tot de volgende keer. Carl de Supertruc. Wauw, wat is Autostad prachtig vanavond. Mm-hmm. Hoi kleine Frank, hoe gaat het? Mm-hmm. Kun je niet wachten tot het Chinees nieuwjaarsfeest vanavond? Mm-hmm. Het wordt echt te gek. Mm. Wat zag je kleine Frank? Oh, dat. Rond middernacht verzamelt iedereen zich hier en kijkt naar de wensballonnen die de lucht in gaan. Ik denk niet dat je op die knop moet... Kleine Frank, nee! Oh, dit is niet goed. Je had niet op die knop moeten drukken, kleine Frank. Natuurlijk, laten we Supertruc bellen. Alleen hij kan ons nog redden. Hoi Carl, klaar voor het Chinees nieuwjaar? Nou, we hebben je hulp nog even nodig. Kleine Frank heeft per ongeluk een paar wensballonnen in de lucht laten gaan. We hebben ze weer nodig voordat het middernacht is. Te gek, je wordt een draak. Dat is best wel indrukwekkend, Supertruc. Het is tijd om het Chinees nieuwjaar te redden. Geen zorgen, kleine Frank. Supertruc zal hier ieder moment zijn. Kijk, daar is hij. Kan je de wensballonnen zien? En daar is één. Hoe ga je ze vangen? Dat is slim. Daar zijn er nog meer. Je doet het supergoed, Supertruc. Ga zo door.
Je moet een klein beetje naar achteren, kleine Frank. Precies op tijd. Zo te zien heb je ze allemaal weer terug. Bedankt, Supertruc. Ik denk dat jij op de knop mag drukken, kleine Frank. 5, 4, 3, 2, 1, nu! Gelukkig nieuwjaar allemaal! Waar is Supertruc? Kijk, hij heeft de show verlicht. Tot ziens, tot de volgende keer.